Zo, goeie. Welkom bij weer een nieuwe Lovefest en Koi Dealer Live. Je denkt er weer een busje vol met koukstans in blokjes, beuswerk. Nou, we zijn hier. Vandaag gaat het veventje leeg. Vissen kunnen in een quarantainebak. En dit is het begin van de filterput. We maken natuurlijk een bezinkput. Naast de bezinkput. Daar komt de filter te staan. Dus dat de ruwwerk wordt daar vandaag allemaal van klaargemaakt. Beuswerk komt er daarvoor in, zodat we morgen gaat folie eruit. En kunnen we beginnen met grondwerk in de grond, in de vijver. En dan daarna zo snel mogelijk eindelijk het folie gaan verwerken. Maar goed, van nu eerst eventjes jongens. Blokjes. Oh. Zijn water aan het afpompen. Zodat het straks makkelijker is om de vissen eruit te scheppen. Dan gaat het natuurlijk super snel op het moment dat het waterniveau laag is. Tankje erbij voor de regen. Dat we daar wel droog werken. En met zo'n snelheid. Ik ben nu 10 minuutjes aan het pompen. Vanaf die waterlijn waar je zag. Dus dat gaat roepzoek snel. Het gaatje leeg. Straks wordt alles een beetje in diepte. Hier gaat dus nog een hele laag zand uit. Al die banken gaan er allemaal uit. Vissen zitten er daarin. En daar hebben we dus de filterkamer al omhoog onder de blokken. Nou, echt ziek, ziek, ziek van ben. Dus ik had een weddenschapje. Ik zeg 10 minuutjes, al die visjes eruit. 10 minuut 32. 10 minuut 32. Pijnlijk. Pijnlijk. Het kost me een etentje. Maar goed, soms win je, soms verlies je toch. Maar goed, hij is nu helemaal leeg. Dus morgen graafmachientje erbij. Goedemorgen. Een beetje regen. Vies weer. De blokken zijn alweer. De laatste blokjes voor de filterput. We gaan dus eventjes een incisie maken. Om te kijken. Wow, daar ging ik bijna. Hoe het eruit ziet onder het folie. Het is altijd een spannend moment. Hij gaat erin. Dus we gaan eens even kijken waar we tegenkomen. Nou, dat valt me niet tegen. Maar het is een beetje grappig gemaakt. Je ziet hoe het eruit ziet. Dus al die zand gaat er nou vandaag allemaal uit. In de regen. Het leven van een kooidealer gaat niet over rozen. Zand, zand, zand. Oh, dan worden de contouren langsbaar zichtbaar. Die bank eruit. Folie eruit. Beeldje zand. Hier komen straks planten bakken, dus het zand bewaren we daarvoor. Een gedeelte kan daar langs nog. Nou, deze hele berg eruit. Die leggen we dan aan die kant neer. Noestarbeid. Vandaar met de hand. Hierin. Hier met de kraan eruit. Kijk naar de andere gezichten. Mooi hier op hoogte. Hier blazen we het water terug. Daar ligt straks de putten. Ja, prachtig man. Oh, kijk eens. Kommetjes. Putjes. Afschotje. Dat pakken we daar eruit. Hij loopt heel mooi zo. Precies op afschot wat ik wil. Hier komen de putten erin, die gaat eruit. Oh. Noeste arbeid. Met de hand en met de kraan. Nou, ik heb wat hè. Nou, hebben we het voor vandaag aan graafwerk zit het erin. Is helemaal alles is eruit. Daar is al de geul gemaakt voor het nieuwe ledingwerk wat eruit
eruit gaat en naar de filterput, die is op hoogte, de trommel staat er daar al in. Hier komt dus 4x110 doorheen en er zijn toerledingen. Ik kan dat allemaal weer netjes dicht. Ja, omgekeerde bouw. Nou, het is dat de teun nog helemaal aangepakt wordt. Dus hier kan het zand straks mooi verdeeld worden. Ah, dat is een best gat hoor. Dat is een echte gat hoor. Ho. Filterputje. Maar ja, goed. Omgekeerde bouw. Ja, dat bevalt eigenlijk ook wel goed. Want als we nu kijken en we hadden het andersom gedaan. Dus eerst gegraven, dan geboord. Maar goed, het ziet er nou gewoon strak uit. En dan kunnen de buizen erin. Dan kan er folie tegenaan.